Leuk dat jullie weer kijken naar onze nieuwe Boerenverstand video. Dit najaar hebben we weer 4 verschillende video's voor jullie in petto. Ik ben Wilma van Beetje in de Haas in Groningen. Vandaag ben ik te gast op een mooi melkveebedrijf van Maatschap Ogink in Raalte. Ze hebben onlangs een klauwbekapbox bij ons gekocht en ik ga vandaag kijken hoe hen dit bevalt. Hoi Erik. Hoi Wilma. Leuk dat we vandaag bij jullie op het bedrijf mogen kijken. Ik zag al mooie koeien. Zou je me wat meer kunnen vertellen over jullie bedrijf? Ja, dat kan. We melken samen met mijn ouders met 2 melkrobots circa 130 melkkoeien. We zijn ongeveer zelfvoorzienend qua voer. Veel dingen is geautomatiseerd. En dan hebben jullie onlangs deze nieuwe klauwbekapbox bij ons gekocht? Ja, dat klopt. Onze oude klauwbekapbox die was wel aan vervanging toe. De koeien waren letterlijk eruit gegroeid. Het was eigenlijk een beetje te klein en te instabiel. Het was eigenlijk ook te veel werk of te moeilijk om de koe erin te jagen. We hadden niet van zulke mooie hekjes van die geleiderijzers. Okay. Dus ik zat er een aantal jaren te denken om hem te vervangen. Maar ik heb al veel rondgekeken voordat ik een beslissing heb genomen. De oude box deed ik alles nog met hand opdraaien. En nu heb ik dan gekozen voor elektromotor om een stukje verlichting te krijgen. Ik wou graag een fixatiebeugel op hebben, zodat de koe niet meer weg kan trappen tijdens de behandeling. En hoe deed je het voorheen dan precies met bekappen? Hoe vaak bijvoorbeeld? Deed je alles zelf of kwam er iemand? Of... Ja, 1 keer per jaar lieten we de bedrijfsverzorging even alle melkkoeien en droogkoeien behandelen. En door het jaar heen behandelen we de rest van de koeien, zodat we dat bijhielden. Met deze klauwbekapbox gaat het nu een stuk makkelijker. Ik heb er ook meer plezier van om een koe te bekappen. Dus dan wil ik eigenlijk ook wel meer koeien zelf gaan bekappen. Nou, je vertelde me net over de fixatiebeugel, dat daardoor de koe minder kans heeft dat hij jou gaat schrappen en dus stabieler staat. Maar heb je ook al positieve ervaring met de opstaande rand en bijvoorbeeld met de hekken? Ja, dat klopt. Bij mijn oude klauwbekapbox wou de koe nog wel eens uitglijden. Mm-hmm. En dat komt nu niet meer voor, want de koe heeft hier maximaal grip en kan niet uitschieten. En ook als de koe erin loopt, kan de voorpoot, die kan er niet per ongeluk bij doorgaan door die beugel. Dus dat bevalt prima. Kun je me misschien laten zien hoe het in de praktijk er aan toe gaat? Ja, dat zullen we eens even laten zien. Als de koe erin loopt, dan steekt de kop hierdoor. Ja. En dan drukt de koe het hek dicht, waardoor die zit opgesloten. Nou, daarna kun je het hek zo dicht doen. Die valt hier in een stand zodat hij vast zit. Dan heb je de koe eigenlijk al onder controle. Ja. En dan kun je de buikriem kun je bedienen, nou, waardoor de koe al niet meer kan gaan liggen. Pak je deze riem, ook elektrisch bediend, doe je aan de achterpoot. Nou, en dan kunnen we aan de gang, dan kunnen we omhoog doen. Nou, en wat nog handig is hier, je hebt het gereedschap altijd binnen handbereik, dus slijptol. En mes of bukje. En er zit ook nog een mooie verlichting aan de zwenkarm, zodat je mooi licht hebt tijdens het werk. Ideaal. En ook een mooi pluspunt is, deze box staat als een huis op de grond. Hij is heel stabiel. De koe staat stabiel. Als ik het allemaal zo zie en jou goed heb begrepen, dan is het klauwbekappen tegenwoordig een feestje. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar de praktijk. Maar voordat we daar aan beginnen, heb ik nog wat voor je meegenomen. Ik heb even bij ons in de winkel geshopt. En een aantal handige klauwbekapspullen meegenomen. Alsjeblieft. Dankjewel.
Nou, de bekappen ging mooi, de koe bleef ook mooi rustig staan. En dankzij de motoren scheelde jou een hoop zweetdruppels. Ja, dat ging mooi vlot. En als het zo makkelijk gaat, dan pak je ook eerder een koe die mankementen vertoont. Als je hem toch naar de robot wil jagen, dan kun je mooi achter de wachtruimte hier zo in de klauwbekapbox glijden. Ja. Zo doe je ook eerder een koe bekappen. En hoe belangrijk is klauwgezondheid bij jullie op het bedrijf? Ja, dat is zeker een belangrijk punt. We melken met robots, dus het is essentieel dat een koe vlot naar de robot loopt. Dus het is verstandig om altijd snel in te grijpen als een koe niet goed op de klauw is. Nou, heel erg bedankt dat we hier vandaag mochten zijn. Erg leuk om te zien dat jullie zoveel plezier van de box hebben. En als ik zo bekijk, dan vinden de koeien het ook erg mooi, box.